Natuurlijk van harte welkom. De toekomst van Zeewolde begint vandaag. Dat was het thema van de bijeenkomst die afgelopen zaterdag 28 oktober was georganiseerd door CDA-afdeling Zeewolde in Kunstpaviljoen De Verbeelding. Ten overstaande van zo'n 50 belangstellenden waren er 4 verschillende sprekers met uiteenlopende thema's. Zeewolde heeft best wel heel veel ingrediënten die Zeewolde voor jonge startende ondernemers die wij waren aantrekkelijk maakten. Maar dat zelfs dat die ingrediënten niet goed gemengd werden, naar mijn idee, wat zorgt dat we geen eenheid hier hebben. En dat is wonen als we ouder worden. We worden allemaal, tenminste als we geluk hebben, niet allemaal, maar de meeste van ons worden oud, mogen erop vertrouwen, zullen misschien beperkingen krijgen en zullen ook dan moeten wonen. En hoe doen we dat in Zeewolde? En wat betekent dat voor ons? En wat betekent dat voor de samenleving? Het was een interactieve sessie waarbij het aanwezige publiek actief konden deelnemen aan deze discussie. Wat is de ambitie van Zeewolde? En wat voor prachtig dorp hebben wij? Hoeveel rust, ruimte en duurzaamheid? Daar wil ik graag 2 aan toevoegen. Innovatie, maar meest belangrijk ambitie. We moeten even 2 dingen heel goed scheiden, want ik denk dat hier 4 mensen staan, en ik ben er zeker 1 van, maar ik denk de anderen ook, die in allerlei rollen en hoedanigheden heel erg bezig zijn met de ambitie van Zeewolde en om, laat ik zeggen, de betrokkenheid, want wat Wim, de andere Wim net zegt, dat is een maatschappelijk probleem. En dan kunnen we 2 dingen doen. Kop in het zand. Het is er niet. Het is er wel. Dat benoemen we. Dat is niet negatief. Dat is realisme. Maar we kijken heel erg positief naar Zeewolde en de mogelijkheden die we hier hebben. Geen enkel misverstand. Dat u het weet, hè? Daarover. Dat u het weet. En het was getekend Wim van den Noord. Dus. Met een T. Het wordt lastig.